Helemaal, welkom weer op deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie mijn irritaties Efteling editie. En voordat we gaan beginnen, wil ik wel even zeggen, neem het met een korreltje zout. Dit zijn mijn irritaties en ik snap ook echt dat aan sommigen niks veranderd kan worden. Maar dit is wel echt wat ik heel irritant vind als ik in de Efteling ben. En dan denk ik, ja, sorry, maar wat doe je hier? Maar goed. We gaan het er gewoon. Ik heb er 5 opgeschreven. Eindstand. Ik weet niet of wat ik. Misschien dat ik er nog iets breder over inga. Of misschien skip of iets. De eerste zijn kinderen. En ik weet dat kinderen. Het is natuurlijk een familiepretpark. Dus je kan kinderen niet verbieden in de Efteling. Maar als het kon, zo. Oh, dat zou beter zijn. Nou ja, aan de ene kant. Het is natuurlijk ook heel leuk als je met kinderen gaat. Want dan weet je gewoon. Oké, we gaan in hun positie en uit hun beleving, zeg maar. Als je nu met kinderen bent, dan zijn kinderen bijzonder irritant. Ik hoef ze ook niet, mij niet bellen, echt mij niet voor bellen. Ik hou niet van kinderen. Nou, het is niet dat ik kinderen haat. Maar als ik ze kan vermijden, graag. Kijk, in Efteling kan het niet. I know. Maar kinderen zijn zo fucking rude as fuck. Echt. Oh, meiden. Nee, ik vind kinderen echt vreselijk. Of ze gillen, of ze schreeuwen, of ze janken. Of ze zijn gewoon irritant. Of ze kijken aan alsof je, weet ik veel, van uit de lucht komt vallen. En dan denk ik echt, Jezus. Jij bent hier buitenaards hoor, niet ik. En dan denk ik echt zo. Maar dan heb je ook echt van die kinderen. Nou, ik was er eentje en mijn zusje had het kind aangesproken. Dan dacht ik, oh, ik hou er weer niet van confrontatie. Dus daar hou ik niet van. Maar goed, er was dus één zo'n kind. Ik was dus natuurlijk helemaal aan het rood. En ik snap dat het interessant is om naar te kijken. Ik snap het. Maar... als jouw kind eerst naar links kijkt, dan naar rechts kijkt en dan achteruit loopt om mij te bekijken. Dan zeg je toch tegen je kind, sorry schat, maar dat kan niet. Kijk eens voor je, loop vooruit en niet achteruit. Let op jezelf. Dus mijn zusje zei, kan je het zien? Dan dacht ik, oh, wat een manier, ik wil het niet, ik wil hier weg, ik hoor hier niet bij. Want die ouders liepen dus gewoon bij, hebben het niet gehoord, tenminste niet dat ik weet. Dus dat kind die liep natuurlijk echt extra snel door en denk, ja, wees maar bang. Maar, nee, Jezus, oh, ik hou gewoon niet van, en ze zijn gewoon irritant. Als je in de wachtrij staat ook, ze gaan van daar naar daar naar daar, schoppen ook nog wel eens tegen je aan, beuken telkens tegen je tas aan. Dat volwassenen doen dat trouwens ook wat, maar erg opmerkelijk, wat ik erg opmerkelijk vind. Want sorry, kijk, dat kinderen doen. Oké. Maar dat volwassenen expres tegen je tas aanlopen. Dat vind ik echt bijzonder irritant. Dat vind ik echt irritant. Neem een stapje terug. Laat mij space, zeg maar, mijn space. Ik laat jouw space, jouw space. Dankjewel. Ga niet tegen mijn rugzak aanstaan, omdat je denkt dat dat sneller gaat. Je kan niet door me heen hoor, schat. Neem gewoon een stapje terug. Dankjewel. Kijk, dat kinderen doen, kan ik nog steeds niet meer leven. Maar, prima. Kan ik niet per se heel... vind ik nog steeds irritant. Maar kan ik het niet helemaal kwalijk nemen. Want dat zijn de ouders die het verkeerd doen. Niet het kind. Maar kinderen zouden eigenlijk gewoon verboden moeten worden. Evelyn, sorry. Ik haat het gewoon. Dat gekrijs. Oh, mij niet bellen. Ik hou gewoon niet van kinderen die gaan janken of krijsen omdat ze zin niet krijgen. Daar hou ik echt niet van. Als dat mijn kind was geweest, had je leren vliegen waar je u tegen zegt. Oh ja, ik hoefde vroeger niet te janken hoor. Misschien niet kreeg ik wel reden om te janken. Ik weet dat dat nu niet meer pedagogisch verantwoordelijk is. Maar oh ja, ik kreeg er vroeger echt wat te voelen hoor. Dus ik jankte om niks. En dan moet ik niet zeggen dat ik mishandeld ben hè. Maar gewoon een pedagogische tik. Gewoon een corrigerende tik. Er is niks mis mee. Als je dat nu doet, word je bestraft als slechte ouder. Of benoemd als slechte ouder. Maar er is niks mis mee. Je mag best een keer je kind een tik geven hoor. Als hij niet luistert. Niks mis mee, word er niet dommer van, word er niet slimmer van, niks mis mee. Maar goed, nummer 2. Langzaam lopende mensen. En dan moet ik niet mensen die in een rolstoel zitten, dan moet ik niet mensen die beperkt zijn. Nee, dan moet ik gewoon echt mensen die langzaam lopen omdat ze langzaam willen lopen. Dan denk ik, heb je niks beters te doen? Weet je, het is niet dat je moet rennen of moet hardlopen of zo, dat hoeft allemaal niet. Maar loop gewoon door als je ziet dat er mensen achter je lopen. Ga aan de kant als je niet door wil lopen. Ga niet stilstaan als je niet door wil lopen. Ga gewoon aan de kant. Laat maar langs. En niet boos worden als ik je inhaal. Want ga er dan gewoon aan de kant. Kijk, ik heb het niet over mensen die in een scootmobiel zitten. Die in een rolstoel zitten. Die beperkt zijn. Dat boeit me allemaal niet. Loop ik nog steeds omheen hoor. Maakt mij niet uit. Maar dat vind ik minder erg dan mensen die gewoon langzaam willen lopen. Omdat ze niks anders te doen hebben. Dan denk ik, waarom loop je dan hier? Als je toch niks te doen hebt.
Loop door. Ik wil dan graag wel eventjes een attractie pakken voordat het park dicht gaat. Dankjewel. Of gewoon langzaam lopen de mensen in de wachtrij. Heb je zo'n gat? Voor niks. Je ziet toch dat er een gat is. Loop door. Dat gaat van de tijd af. Loop door. Ga niet stilstaan als het niet nodig is. Kijk, als je iets uit je tas moet pakken, weet ik veel, dan is het prima. Maar als je gewoon gaat stilstaan om stil te staan, waar is dat voor nodig? Loop door, alsjeblieft. Dankjewel, dan zou het veel beter worden. Aangeschoten mensen. En dan denk ik, ja jongens, sorry, maar is Efteling nou een pretpark of is Efteling nou een festivalterrein waar je aangeschoten kan worden en weet ik veel mensen kan belasten omdat je moet barven of gewoon irritant bent omdat je dus net te veel gezopen hebt? Ik vind eigenlijk echt dat Efteling gewoon geen alcohol meer moet verkopen. Sorry dat ik het zeg. Maar het zou wel beter zijn. Want er zijn mensen die er misbruik van maken en die dus zo dusdanig veel zuipen dat het niet gezellig meer wordt. Ja, nee, sorry, maar ik heb een hekel aan als een mens. Kijk, dat je dat doet in een kroeg, prima meid, lekker doen. Maar niet in een pretpark. Dat vind ik gewoon heel irritant. Want stel jij gaat over je gier, waar ik naast zit, of in mijn buurt, nou, dan word ik niet blij, kan ik je zeggen. Nee, dan word ik niet blij. Maar kan het heel park ontruimd worden, dat weet ik wel. Nee, gewoon niet doen. Efteling zou eigenlijk echt alcohol moeten, nou niet per se moeten verbieden, maar gewoon twee drankjes halen. Dat je dat kan zien, weet ik veel, in Efteling hebben wij ze spreken. Of dat je een bandje krijgt elke keer als je een alcoholisch drankje haalt. Maar dat er niet meer dan twee gehaald kan worden. Want dat vind ik gewoon heel irritant. Punt. De vierde. De overenthousiaste ouder. En dan bedoel ik echt ouder die dan echt bij elk... Nou, sorry. Dan bedoel ik echt ouder. Kijk, weet je dat je zegt... Dat je benoemt wat je ziet. En dat je van, oh kijk, leuk dit. Weet je, dat prima. Maar echt van, oh liefie, wat fantastisch. Oh, dan denk ik, wat wil je nu? Wil je aandacht of zo? Kom je aandacht tekort? Het gaat niet om jou. Stop. Goed voorbeeld. Wij gingen naar Fabula. En dat is echt een van mijn favoriete dingen. Want ik hou gewoon echt heel erg van de muziek. En gewoon, ik vind Fabula gewoon heel leuk. En dan was er zo'n moed, oh kijk liefie, een muisje. En dan denk ik, hou je teringsmoel, ik zit naar die film te kijken. Het boeit me niet wat jij ziet, gewoon je mel houden. Het is een film, ja. Het is geen gezellig theekransje. Hou gewoon je mel. Dankjewel. Als je kind het niet leuk vindt, ga er dan niet in. Dan hoef je er niet tegen te houden horen. Heeft niemand er last van. En ik heb er last van, als je tijdens een film, ook al wordt het niet er gepraat... Ik mis dan wat, ja? Gewoon je mel houden. Gewoon niet doen. Of van die ouders die dan helemaal gaan klappen voor een kind. En dan denk ik, Jezus. Doe normaal. Of helemaal gaan meedansen. En denk ik, nou sorry, maar als ik een kind zou krijgen... dan hoef je die van mij niet te verwachten dat ik hier me voor lul ga zetten, hoor. Omdat het kind het leuk vindt. Ja, doei. Nee, mij niet bellen. Dat je meeklapt met iets, prima. Maar dat je gaat meestaan dansen of mee gaat zingen. Nou, sorry, maar ben je op je achterhoofd gevallen? Daar kan ik echt nog steeds niet over uit. Nee. 5. Onnodige wachtrijen. En dan bedoel ik... Bij wijze van spreken... Nou ja, kijk, voor een wc... Dat is gewoon zo. Maar voor alles waar geen wachtrij voor nodig is... Om een foto voor te maken... Denk ik, maak die foto en wieberen. Ga niet dan nog 20 minuten daar staan. Op donderen. Er zijn ook meer mensen die een foto willen maken. Hup, wieberen. Oké, volgende. En die heb ik niet opgeschreven. Maar stinkende broodjes. En dan bedoel ik echt stinkend, hè. Ik bedoel niet een broodje pindakaas of een broodje, weet ik veel. Omdat sommige mensen vinden pindakaas wel stinken. Ik vind dat allemaal prima. Maar stinkende broodjes. Dan bedoel ik mee... Ten eerste, mijn grootste nachtmerrie zijn de broodjes ei. Uit een zakje of uit een folietje. Die dan waarschijnlijk warm zijn ingepakt. En dan zie je het bolletje al helemaal klef. Ik snap het gewoon niet. Dat vind je toch niet, nee, ga maar liefde, dat je dat echt lekker vindt. Dat geloof ik niet. Dan lul je. Als je dat echt lekker vindt, dan ben je echt niet goed. Ten eerste, waarom neem je zelf eten mee? Kijk, ik snap dat het duur is. Maar maar smeer dan of daar. Want mijn vader deed absoluut niet broodjesbeleg meenemen. Hè? Dat deed hij absoluut niet. Dat vond hij niet te pruimen. En ik ben blij dat we dat nooit hebben gedaan. Wij gingen gewoon bolletjes halen, mes mee, beleg mee, daar smeren, daar opeten. Wij gingen echt niet van thuis voor meer brood eten, hoor. En ik weet dat ik dan misschien verwend klink, maar dat deden we absoluut niet.
Zelfs met schoolreisjes deed ik dat niet. Dan nam ik een croissantje mee en dan was ik. Ik ging echt geen voorgesmeerd brood eten. Kijk, weet je dat je dat naar je werk doet? Oké, want dan zit het niet in een zakje. Dan zit het niet geplet te worden. En wat ik nog erger vind, is dat ze alles door elkaar flikkeren. Dus ham, pindakaas, kruidenroomkaas. Dan denk ik, gadverdamme, dan ga je toch niet zo eten? Krentenbollen nog tussendoor. Dan denk ik, je bent toch niet goed? Sorry, maar mij echt niet voor bellen. Ik snap wel dat de kinderen dat niet lekker vinden. Nou, maar ik stond ooit een keer achter mensen die hadden dus wel een broodje ei mee. Sorry, ik ging echt bijna kotsen. Hè. Het stonk echt zo erg. En ik ben heel gevoelig voor geuren. Dus als iets meurt, dan meurt het ook gewoon, ja. Geen discussie over mogelijk. En dat stonk echt zo fucking erg. En je hoorde ze ook gewoon. Dacht ik, gadver. En namen ze ook nog een slok water bij. En dan hoor je wel. Dan denk je, oh, wat smerig. De laatste keer dat ik met mijn vader ging was in de winter. Toen stond ik met mijn vader in de wachtrij voor de Python. Nou, dat was echt horror. Die mensen hadden dus kruidenroomkaas, krentenbol, chocopasta en kaas in één zak gedouwd. Nou, dus ook een kommetje hadden ze los. En de kruidenroomkaas gingen ze dus eerst pakken. Ze zat helemaal onderaan die zak. Nou, dat stond gek. En ook gewoon dat ze, kijk, weet je dat je ham en kaas in één zak doet en dat je pindakaas en chocopasta nog in één zak doet? Oké, kan ik nog begrijpen. Wat je zoet, hartig en stinkerig bij elkaar gooit. Nou, sorry, daar kan ik echt niet uit. Daar kan ik echt niet over uit. Ik snap niet dat je dat doet. Nou, volgende horror. Vorig jaar stonden Sonja en ik in de wachtrij voor Fata Morgana in de zomerperiode. Hadden ze godverdomme pakjes melk uit, gewoon uit een warme rugzak. Ben je helemaal goed in je kas of zo? Ga je warme melk drinken? Ik ben echt niet goed hoor. Echt niet goed, dit is echt niet goed. Ja, sorry, maar daar irriteer ik me echt aan. En dan gaat het ook zo stinken. En, oh. Wat ik ook irritant vind, is dat mensen, of nou ja, volwassen, zeg maar, ouders, hun kind meenemen in een attractie, terwijl het kind heeft gezegd, ik wil niet. Ik ga hier niet in. Ik durf dat niet. En toch, ja, maar liefje, je kan niet alleen blijven, dus je gaat gewoon mee. Wat krijg je dan? Hysterische kinderen, wat krijg je dan? Je ritje is verpest. Dat vind ik niet leuk. De halve maan is daar een goed voorbeeld van. Ik ga daar nu niet meer in. Omdat er telkens of mensen bijna over hun gier gaan. En als ik ergens een terenhekel heb, zijn mensen die over hun gier gaan. Want het zit hier. Kotsen is niet nodig. Het zit tussen je oren. Hè? Het is psychisch. Ja, sorry, maar kotsen zit echt. Sorry, maar als je alleen maar denkt, ik moet kotsen. Ja, dan moet je ook een keer kotsen. Dat is gewoon zo. Als je denkt, oh, ik ga flauwvallen. Ja, dan gebeurt dat ook omdat je alleen maar nergens meer anders aan denkt. Dat heeft dus totaal geen zin. Kinderen moeten erin van papa en mama, omdat ze niet alleen mogen wachten. Omdat papa en mama er graag zelf in willen. Oh, schatje, het valt wel mee. Ga maar gewoon gezellig mee. En vervolgens zitten de kinderen half kwijlend, jankend in die schipschommel. Dan hoop je dat de kwel niet op je komt. Want dat is gewoon fucking disgusting. En vervolgens worden ze dus, omdat ze hun ogen dicht doen en zo hysterisch zijn, moeten ze dus ook nog bijna barven. Omdat het natuurlijk heen en weer gaat. En dan zit je weer met de gebakken peren. Nee, niet doen. Papa, mama, als het kindje niet wil, doe het dan alsjeblieft gewoon niet. Blijf dan met één. Weet je, wissel elkaar dan af. Ga dan de ene keer, ga dan wel. En dan gaan de andere keer. Ga alsjeblieft, neem een kind niet mee als die niet wil. Alsjeblieft, doe het niet. Alsjeblieft niet. Want ten eerste kan er of barf uitkomen. Of ze gaan heel hysterisch janken. Daar heb ik echt geen zin in. Moet pijn aan mijn oren. Waar is dat voor nodig? Kijk, soms moeten kinderen ook hun angst overwinnen. I know. Maar dat bepaal jij niet voor hun. Dat moeten ze zelf bepalen. Dat heb ik wel geleerd. Als een kind iets niet wil, dan wil hij het niet. Punt. En dan kan je wel zeggen, ja maar mijn liefje, het valt van mee. Of oh, mijn meisje, je kan niet alleen wachten. Of oh, jochie, toen nou, de wachtrij is maar 5 minuutjes. Zijn we er zo weer uit? Nee. Je kind wil het niet. Punt. Klaar, geen discussie. Want wij zitten volgens met een verpest ritje, omdat je kind het niet leuk vindt. Want vaak word je dan ook nog geplaatst in zo'n karretje of in zo'n bank met zo'n jankend kutkind ernaast. Nou, sorry, ik heb daar geen zin in hoor. Nee, heb ik gewoon geen zin in. En dan vraag je niet af als ouder, oh, misschien moet ik het de volgende keer niet doen. En dan zie je ze vaak nog een keer, hè. Dan zie je vaak, als je vaak mensen ziet, dan zie je ze vaak nog ergens een keer in het park. En doen ze het gewoon nog een keer, hè.
Oh ja, maar liefje, toen nou, het valt hartstikke mee. En dan zitten ze een half uur later zitten ze weer in de attractie te janken. Dan denk ik, Jezus, doe het gewoon niet. Waar is dat voor nodig? Alsjeblieft, hou je kind er, doe het gewoon niet. Daar word ik heel gestrest van als ik naast een kind moet gaan of naast een volwassene moet zitten die eigenlijk niet wil en die dan dus panisch wordt. Dan kan ik gewoon niet tegen. Ik word daar heel gestrest van. Ik krijg er paniek van. Ik wil het niet. Ik wil het gewoon niet. Maar haal niet mensen over. Kijk, het hoeft niet per se om een kind te gaan. Maar als iemand iets niet wil, dan wil iemand iets niet. Snap je? Dan hebben wij er allemaal geen last van. Kijk, ik snap dat diegene misschien anders alleen moet wachten. Dat je dat met een kind van 5 niet doet, snap ik nog. Maar blijf dan gewoon een van de twee daar. Ga niet zeggen, oh, kom maar. Kom vast goed, hè. Krijg je daarna lekker ijsje als je hierin gaat. Dan denk ik, Jezus, gaan we dat echt zo doen? Omkopen om een attractie te raden waar ze niet in willen om voor een ijsje. Nou, laat het ijsje maar zitten dan, hoor. Ik ga echt niet eens doen voor een ijsje. Dag. Kijk, voor een miljoen euro zou ik het doen, hoor. Maar voor een ijsje, nee. Ga ik echt niet doen. Nee, zou ik echt niet doen. Dus als iemand iets niet wil, laat diegene dan ook gewoon. Want het wordt alleen maar drama van. Geen zin in. Nee. Komt alleen maar gezeik van. Dat waren een beetje mijn irritaties. Misschien dat ik ooit nog een deel 2 op ga nemen. Als ik ooit nog op meer kom. Denk het niet. Maar dat was bij deze mijn irritaties Efteling editie. Tot de volgende video. Of nou ja, mocht je meer Efteling video's willen zien. Ik heb een hele Efteling playlist. Ook oude video's. Dus ook nog toen ik echt nog 20 kilo minder woog. Maar dus daar heb ik ook nog vlogs van. Maar goed, dat was hem.